merendeel ook te maken met de moeizame start van FC Utrecht dit seizoen. Utrecht dat langzaam maar zeker de vorm en de goede bezetting te pakken weet te krijgen. Kijk naar Van der Marel, de man die terug is na een schorsing. Hij speelt weer centraal achterin. En dat gaat dan ten koste van De Rijk, die sowieso niet echt tevreden is hier in Utrecht. En het liefst als het even kan zelfs in de winterstop zou willen vertrekken. Maar de ploeg van Wouters en Alfle lijkt de boel in het goede spoor te hebben gekregen. NEC lijkt daar wat later aan te beginnen, maar na de winst vorige week tegen AZ keek men ook in Nijmegen opeens een stuk opgewekter om zich heen. Al was het alleen maar dat NEC ook niet zo ver achter staat op de rest. De opstelling van FC Utrecht kent dus één verandering ten opzichte van de uitwinst vorige week bij Heracles. Van der Marel terug in het elftal en het gaat ten koste van De Rijk. Voor NEC is de keus, terwijl u kijkt naar de jonge Jeroen Sanders, 28 jaar, scheidsrechter van vanavond, met de beide aanvoerders Toornstra en Kolwijk. En dit werd zojuist al aangekondigd door Twan. Dit is de foto uiteraard, maar na de TOS zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Ter nagedachtenis aan het overlijden van Nelson Mandela.